gemeend u hier toch vanmiddag direct te informeren over een ontwikkeling waar wij pas een week geleden kennis van hebben kunnen nemen en de consequenties deze week tot ons hebben genomen, waarvan nou, ik het eigenlijk alleen maar kan zeggen dat het college dit vreselijk veel pijn doet, maar dat wij ons ook heel goed realiseren dat het de inwoners ook raakt en waarschijnlijk ook pijn teweeg gaat brengen. En nou, ik zeg dat om ook aan te geven waarom we op deze verantwoordelijkheid u over iets willen informeren. Dat is dus lastig. Om kort te gaan, wij hebben in het beleidsprogramma van deze periode als college opgenomen dat er ons alles aan te doen was om, gezien de financiële situatie van de gemeente, in ieder geval de projectenportefeuille is kritisch door te lichten, goed te kijken wat de risico's zijn in de grondinterpretatie en hoe wij hier bestuurlijk meer grip op zouden kunnen krijgen om projecten te realiseren daar waar op dit moment de markt niet zo gunstig is, om niet te zeggen dat de markt gewoon slecht is. Alle reden om daar snel mee aan de gang te gaan, dat heeft ertoe geleid dat het college de opdracht heeft gegeven om een taskforce samen te stellen waar de beide betrokken portefeuillehouders in zitten en een aantal topmedewerkers van onze organisatie om dat onderzoek te verrichten. Uiteindelijk is ervoor gekozen om het onderzoek uit te besteden aan het bureau DHV. Het is u bekend, DHV zit in Amersfoort en heeft veel expertise op grondexploitatie en grondmanagement in huis. Dat is geresulteerd in een rapport, dit rapport, en dat heeft ons deze week bereikt. De uitkomsten, de conclusies en de aanbevelingen, ik kan u alleen maar zeggen, het heeft het college geschokt wat hierachter vandaan is gekomen en daarover willen wij u vanmiddag informeren. En ik zou Pieter willen vragen, Pieter Paul, om daar u over in te leggen. Goed. Het rapport waar de burgemeester over spreekt, dat ligt voor me. U ziet dat het een dik rapport is. Het is door DHV 3 à 4 maanden aan gewerkt. Omdat we het echt nodig hebben gevonden in dit voorjaar om een hele goede reality check te doen op onze projectenportefeuille. Natuurlijk is dat ingegeven door de aanhoudende matige marktomstandigheden. We hebben een aantal grote grondexploitaties in onze projectenportefeuille. Dus wij vonden dat nodig om dat zeer kritisch door te lichten. De vraag daarbij was van, zijn al onze inschattingen nog wel marktconform? Zijn ze nog wel realistisch in de huidige tijd, anno 2011? Daar zijn we natuurlijk als gemeente niet uniek in. Ongeveer elke Nederlandse gemeente is daar op dit moment mee bezig. En als u dat in de pers volgt, dan zult u ook zien dat daar overal ook zeker wat aan de hand is. En dat is hier ook het geval. De vraag was tweeledig aan DHV, van beoordeel onze projecten, de financiën en de risico's die daarmee gepaard gaan. En de tweede lijn was, hoe kunnen we de manier van werken die we nu doen aan de projecten verbeteren? Hoe kunnen we beter rapporteren, hoe kunnen we beter aansturen? Gezien het feit dat het hier gaat over complexe materie en met mogelijk grote financiële implicaties. Zoals gezegd, 3 april hebben we besloten de taskforce op te richten. Voor de zomer is DHV aan het werk gegaan. En deze week is het definitieve rapport van DHV aan ons overhandigd. En dat willen we ook meteen deze week met u delen. Uitkomst is dat de totale waarde van de grondexploitaties zoals wij die hebben, verliesgevend zijn met een bedrag van 15,5 miljoen euro. Dus dat betekent dat als wij die projecten zouden, een aantal projecten zouden realiseren, dat we dat aan verlies zouden maken. Daarbij wil ik meteen zeggen dat het zo werkt bij de begroting, dat als een verlies bekend is op grondexploitaties, dat je dat verlies ook moet nemen. Je moet het dus nemen zodra je het weet.
terwijl winst op een grondexploitatie je neemt als de winst ook gerealiseerd is. Op zich is dat correct, want dat zijn in feite de voorzichtigheidsbeginselen die bij boekhouden horen. Het is ook goed om dat te nemen, omdat dat betekent dat bij grondexploitaties, die mag je zien als waarde, als waarde, als vermogen van onze gemeente. Dus je zou kunnen zeggen dat onze gemeente in die zin ook 15,5 miljoen minder waarde heeft. Vinden wij erg vervelend, met name omdat dat niet geld is van anderen, van bedrijven of van ons. Het is in feite geld van de inwoners van onze samenleving, de gemeente de Rondeveen. Het feit dat wij die verliesvoorziening moeten nemen, betekent ook dat het niet mogelijk is, althans dat wij dat moeten betalen vanuit onze algemene reserve. Die daarmee zeer laag zal worden. Dus het betekent ook direct dat wij minder geld zullen hebben voor toekomstige investeringen. Bijvoorbeeld dan moet je denken aan investeringen in nieuwe wegen, een nieuw zwembad, een nieuw fietspad, dat soort zaken. Dat zijn de incidentele investeringen, want die worden doorgaans betaald vanuit je reservepositie. Een tweede aspect wat DHV heeft gezegd is dat los van deze verliesgevende grondexploitaties het zo is dat wil je deze project allemaal realiseren, dat het noodzakelijk is om nog een extra buffer aan te houden van ruim 7 miljoen. Wat bedoelen we daarmee? Grondexploitaties op papier die kunnen zijn zoals ze zijn, maar in de werkelijkheid kunnen zaken tegenvallen. Er zijn berekeningen voor gevoerd om te kijken van in welke orde van grootte zou die buffer dan moeten zijn. Daar is dit bedrag uitgekomen. Ik heb net aangegeven, de verliesvoorziening waar we het over hebben en onze vrije beschikbare reserve, dat kritisch is. Dat betekent dat wij ook niet in staat zijn om die extra buffer te nemen. Daar hebben wij niet het geld voor. En dat betekent dan meteen in directe zin dat wij niet in financieel opzicht niet in staat zijn om alle projecten, zoals we die nu kennen, die bij ons in de lades liggen, om die uit te voeren. Voor de goede orde, er zijn ook projecten bij, die winstgevend zijn. En het is ook zo dat als alle projecten gerealiseerd zouden worden, nu in 2025 ook wel een beetje winst gemaakt zou worden. Maar we komen daar niet, omdat we voor een aantal projecten die voor de pijplijn zitten, die buffers, dat geld nodig hebben, ik gezegd heb dat we dat niet hebben. Dus we kunnen niet geraken waar we willen geraken in 2025 alle projecten gerealiseerd. Vervolgens is het misschien verstandig om iets over die projecten te zeggen. Het zit met name, omdat we hebben behoorlijk wat projecten laten doorlichten, vandaar dat het boek ook zo dik is. Dat verlies zit in zeer grote mate in het project Mariekenzijde. En het zit in grote mate in het project Estafette-project. Er zijn nog twee andere verliesgevende projecten, maar die zijn minor vergeleken bij deze twee. Dus de omvang van het verlies is groot en het is eigenlijk strekt zich uit tot een beperkt aantal projecten, eigenlijk twee stuks. Ik denk dat dat goed is om dat te melden. Los van die andere twee kleinere betekent dat de andere projecten ongeveer zitten op het niveau zoals we dat verwachten volgens de rapportage van DHV. Dus de ene levert iets meer op en de andere iets minder. En ook in de tijdshorizon is dat bijgesteld. Maar dat is voor ons zijn details. Het schokkende zit hem dus met name in het grote verlies op een beperkt aantal projecten. Dan moeten we denken aan miljoenen op die beperkte aantal. Ja, dus je moet het gewoon A plus B is C. Dus als we zeggen dat het verlies op het Marieke zei, dat is de verte project bij elkaar, praten we over zo'n 13 miljoen. 12, 13 miljoen zou ik even uit mijn hoofd. Die wordt vergroot. Nou, dan heb je meer dan 80% van het verlies te pakken. En dan zit die 20% nog over twee andere projecten. Ik vind het daarbij belangrijk om een onderscheid te maken tussen onze reservepositie, wat we nodig hebben om die projecten te maken, en de lopende begroting.
Daarmee bedoel ik dat met de lopende begroting betekent dus dat wij elk jaar geld binnenkrijgen uit de OZB-inkomsten, uit uitkeringen uit het gemeentefonds. Hè, dat komt steeds terug, dat zijn onze structurele inkomsten. En daartegenover staan onze structurele lasten. Dat zijn de salarissen, de huur, het licht, maar ook de diensten die wij verrichten aan de inwoners. Zoals het verstrekken van paspoort en het ophalen van vuil. En ook het onderhouden van wat wij bezitten. Dus het onderhoud van wegen en de gebouwen en dergelijke. Daar is niets mis mee. Dus de lopende begroting, dat hebben we al eerder gesteld. We zijn bezig om die begroting ook sluitend te krijgen voor 2012. Dat is u bekend. Daar blijven we gewoon aan doorwerken en daar zijn we positief in. Dus dat betekent dat op dat gebied de burger van dit verhaal vooralsnog niets zal merken. Ik vergelijk het wel eens voor mezelf met een betaalrekening en een spaarrekening. Je zou kunnen zeggen, met de betaalrekening is niets aan de hand. Maar met de spaarrekening is wel wat aan de hand. Die is in ieder geval een stuk leger dan wij gedacht hadden. Even kijken. Dan is natuurlijk de vraag van, daar ligt dat probleem. Wat gaat u daar nu aan doen? Het is helder dat we dit nu op tafel hebben, dat er iets moet gaan gebeuren. Wij gaan door met onze taskforce en wij gaan kijken wat we hier aan kunnen doen om dat verlies terug te brengen. Dat zou kunnen betekenen opzet van projecten wijzigen, dat zou kunnen zijn projecten schrappen. Er staan diverse zaken voor open. Ik wil daar meteen bij zeggen dat dat nog niet zo makkelijk is. Het is niet iets wat wij hier in deze Kamer even met elkaar kunnen besluiten. Omdat die projecten die zijn natuurlijk langdurig opgebouwd. Daar liggen veel verplichtingen, juridische posities van partijen. Dus wij zullen dat bekijken. We zullen ook met partijen overleg gaan. En ons doel is wel om voor het einde van het jaar te kijken wat we dan hebben kunnen bereiken op dat gebied. We kunnen daar echter geen garanties over geven dat we ook daar iets in gaan bereiken. We vinden het schokkend wat hier uitkomt. Het is helder dat wij dit totaal niet verwachten hadden dat dit zo negatief zou zijn. We zijn wel enigszins opgelucht dat dit nu dan ook helemaal open is en dat we het op tafel hebben. En dat we nu ook aan de gang kunnen gaan om die problematiek aan te pakken.